Vandaag is het Internationale Vrouwendag en gaat ook de eerste keer een vrouwenstaking door in België. Waarom is het belangrijk voor jullie dat jullie hier zijn vandaag? Omdat wij, ja, als uitarts kom je wel veel geweld ook tegen en zie je ook de loonkloof. En we zien ook dat heel veel alleenstaande mama's die eigenlijk minder verdienen, dat die het heel moeilijk hebben in onze maatschappij. Ongelijkheid tussen man en vrouw, hoe manifesteert zich dat aan de universiteit zelf? Wat we wel weten uit onderzoek is dat bijvoorbeeld vrouwelijke proffen veel strenger beoordeeld worden in studentenevaluaties. Dus dat zowel mannelijke als vrouwelijke studenten onbewust veel strenger zijn voor vrouwelijke lesgevers. Terwijl dat er geen enkel wetenschappelijk onderzoek is dat aantoont dat ze ook slechter zouden lesgeven. What would you like to have changed in the world by the time she grows up? But there are more women in any place because you see for instance, women, they are better at school. But when you look at the university, for instance, I'm an engineer and women make very good engineers, but we have very much difficulty finding women engineers. Why is it important, for instance, that men are here today too? Oh, it's super important because we need them. We need everybody. It's not just about men and women. It's not a binary thing. It's about everybody being in this together as accomplices and allies. Some of our friends didn't want to join us. They think that it's quite fragile to be a man and come to a woman manifestation. But I think that's stupid to think like this, and we should all be united. Why is the clitoris such an important symbol for the women's movement? There's 86% of the people who don't know what it's useful for. Huh? Of the whole world population? Yeah. Yeah. That's a lot. Yeah, very much. Solidarité! Woo! Helemaal! Kan u mij vertellen of u vindt dat er in de laatste 40 jaar veel veranderd is voor vrouwen? Er is veranderd, maar veel, dat kan ik niet zeggen. Want men botst op archaïsche ideeën in de hoofden van mensen, meer van mannen dan van vrouwen, moet ik zeggen. En dat is heel spijtig, want het zou ten voordele van mannen en de hele samenleving zijn als vrouwen hun capaciteiten beter zouden kunnen inzetten voor de maatschappij en daarvoor ook goed betaald zouden worden.